Er zijn wel overtredingen gebeurd, maar in ieder geval genoeg om de mobiele eenheid in te schakelen. Een paar maanden voor de Big Sviste, een verhouding die verslechterd was tot en met. En met daarbij een situatie die nog bijdroeg tot de onrust. En dat had te maken met de jongerenhuisvesting. Nou, dit pand, daar zeiden ze van, nou, of je kunt kiezen, je blijft of in de Egmondvier wonen, in dit huisje. En dan wordt dit pand gesloopt, dus het pand ernaast. Of je kunt daarin gaan wonen en dan zou de Egmondvier gesloopt worden. Nou, beide suggesties waren natuurlijk belachelijk. Wat inhield dat we besloten in die weken ook weer voor de Big Sviste om allebei die panden, dit pand en de boerderij Bevaringsmarkt, te kraken. Allebei tegelijk, omdat als we het één voor één zouden doen, natuurlijk het tweede pand, wat we aan de beurt zou komen, natuurlijk geen kans van slagen meer had, omdat de gemeente dan ook wel door had, dat dat ook de mogelijkheid was om te kraken. Goed, er werd gekraakt. In het weekend voor de dinsdag dat er hier in Hilverenbeek een concert gepland was op de Vrijthof van Vara's Lijn 3. Nou, er ontstonden enige schermutselingen rondom de tapinstallaties van de Stella Artois. Want die moesten we meenemen of inpakken. Of die dachten dat we die dingen even in onze zak konden steken. En dat concert ging wel door. Maar door al dat soort dingen, die Vara, die uiteenzetting van de kraak, Die mobiele eenheid business, werden de tweede Big Sviste voor ons erg moeilijk om er dan met enthousiasme aan te werken. Het programma is geopend. We liggen al een uur achter op het schema, maar dat geeft niks, want we mogen tot diep in de nacht doorgaan. En nu, vandaag zijn we dus niet ouwehoeren, maar gaan beginnen met jullie dat we opgedragen hebben aan een lied op weer. Een lied opgedragen aan de plaatselijke Kasteleins hereniging die ons zo prettig gesteund hebben. Het lied heet Terrorist. Thank you.
To you a very serious mime. A mime because I thought it was, you know, we do too much bullshit up here on the stage, so we get down to the more intellectual part of the afternoon. This is a mime I'd like to dedicate to my man named Mr. Marcel Marceau, and it is called The Rat. The Rat. Thank you very much, and now, ladies and gentlemen, no, forget it, that's for all the people who have to think. Now, back to the bullshit. Thank you.
Het is geen gelegenheidsformatie meer. Het is een echte band. Salsa Damsterdam. Thank you.
Thank you.